Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ik denk dat we toch veel kansen tegengekregen hebben. Zelf ook wel een aantal kansen hadden kunnen hebben. En ook wel gehad hebben. Dus ja, 3-3 had ook niet volstaan, denk ik. Waar ik jou zeker mee mag feliciteren is met jouw optreden. Ja, nou ja, ik denk dat ik een paar goede ballen heb kunnen pakken. En ja, dat was voor mij prettig. Ja. Alleen ja, bij de goal een beetje klutsgoaltje. Ja, valt hij net niet goed. En, maar ja, uiteindelijk een goede wedstrijd gespeeld. Ja, want over het algeheel, dit was wel een lekkere wedstrijd weer in de Eredivisie keeper. Ja, ik denk dat ik een paar echt fijne ballen kreeg. En dat ik ook goed erop stond. Dus ik voel me steeds beter worden. En ik probeer dat gewoon door te zetten. En ja, je merkt ook aan de jongens voor je dat dat lekker, dat goed voelt uiteindelijk. Dus ja, dat is het belangrijkste. Als je gaat kijken naar de wedstrijd, dan zie je al heel snel dat jullie een hele grote kans krijgen met Nijland. Maar dan komt er een fase en dat lijkt heel slordig vanaf de tribune. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik denk niet alleen vanaf de tribune. Ik denk dat dat heel slordig was. Ik denk dat we best wel de kans hebben gehad om echt grote kansen te creëren. Alleen, ja, dan leven we hem weer net in en dan moeten we er weer achteraan. Dus ik het was een onrustige wedstrijd voor mijn gevoel. Het ging heen en weer. Want ik vond ook dat Emmen, ja, ze waren in fases beter. Alleen niet de hele wedstrijd, denk ik. Dus uiteindelijk een beetje een lastige wedstrijd waarin we misschien beter goed moeten gaan kijken hoe we zo'n wedstrijd kunnen proberen te controleren. En niet dat je meegaat in hun spel waardoor je uiteindelijk dit spelbeeld krijgt. En die Kavlan die kan wel wat corners trappen, hè? Ja, ik zei dat tegen hem. Hij trapt echt goede corners. Die scheren echt door die 5 meter heen. Dus dat was lastig te verdedigen en ook voor mij. Dus uiteindelijk viel er ook een goal uit volgens mij. Indirect, maar dat was lastig. Ja. Hoe kijk jij nou overal terug naar het spel van jullie? Vandaag bedoel je? Wat ik zeg. Ik denk dat we best wel in de eerste helft best wel een goede fase hadden. Waarin we kansen creëren, waarin we tot mogelijkheden komen. Alleen we kunnen dat niet doorzetten. En we kunnen hier niet echt onze wil op leggen bij Emmen, denk ik. Zo eerlijk moet je ook zijn. Dus ja, daar moeten we goed naar kijken. Ja, wat ik zeg, dat we echt op het moment dat zij iets beter zijn en je voelt dat je toch probeert de wedstrijd te controleren. En op het moment dat je voelt van, hey, we groeien er weer in. Ja, dan moet je gewoon gaan profiteren. En als je ziet dat je in de tweede helft gelijk met Fabian, denk ik, op het moment dat Thomas inviel, een hele grote kans kreeg. Ja, dat is belangrijk. Dat moet je gewoon maken. Uiteindelijk wisselvallig gevoel over die wedstrijd, over het spelbeeld. Ja, van tevoren was even sprake van een puntje, dan heb je 4 uit 4. Ja. Daar zou je tevreden mee kunnen zijn. Voelt dat ook zo? Ja, nou ja, als je mij denk voor het seizoen zou vragen, wel. Ik had anders verwacht. Ik had niet verwacht dat wij thuis Feyenoord zouden winnen. Dus dat is het geluk. Maar uiteindelijk vind ik dat we vorige week te weinig hebben gekregen. Waarin we ook gewoon niet goed genoeg waren. 4 uit 4 is natuurlijk niet slecht als je uiteindelijk naar 34-34 wil.